plek is toch al wat ik wil hebben, dus fix ik even meteen. Ja. Betalen! Oh, je moet even nee drukken. Oh, sorry. Nee. Jullie staan met z'n drie op dat ene vakje. Waar wacht Mario nou op? Geen idee. Nou, Penny mag weer. Ja, ik was inderdaad ook even bang dat hij misschien ditzelfde had als net, dat hij vastliep. Nou, Paddy mag direct weer. Mooi zo. Maar ik wist toch, niemand gaat diegene pakken die ik ga pakken, dus... Tenminste voor de eerste paar rondes. Want... Ik zat zo in van, nou kijk, Glimora, degene die Paddy had gepakt, had ik in mijn hoofd, oké, als niemand die pakt, pak ik die wel in ronde 8 of zo. Maar, ja. Ik heb echt weinig nog nagedacht over wat... Ik was gewoon vol gefocust op die mousehold, alleen toen begonnen jullie er al over en toen dacht ik, godverdomme, dit vind ik jammer. Ja. Want ik had, die Pokémon heb ik al klaar namelijk, in-game. Ah, daarom. Helemaal zoals je moet, met de juiste Terra-type, level 100. Nee. Ah, oké, val nog mee. Oh. Val nog mee. Ah, hou er rekening mee, ik heb nog geen promotie gehad. Ik doe alles nog steeds op level 1. Jullie hebben nog geen dingen gekozen die ik op mijn lijstje had staan. Oh, geef het tijd. Of wil je heel graag Sprigatito, Fuecoco en Quaxly even hebben? Puur als mascotte. Ja, gewoon boosten. Even kijken, waar is Mario nu? Mario is op de minigame. Even kijken. Ja. Yoshi komt net jouw kant op. Dus ik zou zeggen die 150 of die 23. Ja. Ja, je belemmert soms en gewoon Yoshi zijn keuze, hè? Geld, geld, bakken met geld. Oeh, dat zou alles zijn. Ja, dat is alles, alles van Mario, hè? Ja. En jij wil geen shops verkopen, want zoveel shops heb jij niet. Nee. Oh. Ah, moet zo. Ik dacht dat Yoshi de andere kant op moest. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben er mooi van. Ja, Jordi, maak jij de notulen? Ja hoor. Zie ik nu in mijn mail. Ja, ik heb de notulen al uitgeschreven. Ja, verdomme. Centjes voor mij. Oeh, level. Wat is dit ook alweer? Een one-up. Volgens mij gaan dan wat shops omhoog. Voor Yoshi zelf. Ik stond er niet eens tussen, zag je dat? Ik stond er niet eens tussen. Moet ik even kijken toch op footage. Maar ja, kijk maar, Yoshi heeft niks. Yoshi heeft die shop en die 3 shops bovenin. En tenzij jij mij gaat force buyouten. Komt hij niet aan die shop? Nope. Dat vind ik nou treurig. Ach ja, geef het tijd. Nou, weer een kaart. Heb je... Oh nee! Domme controller! Wauw. Ja. Ja. Ja, nee, ik snap het al. Jij wordt een Yoshinak. Ik snap het volledig. Enige klote is, ik ben geen fan van deze AI-dingen. Wat doet hij ook alweer? Geeft het zoets weg. En die betaalt ook? Die betaalt ook als je erop landt. Maar ja, het is betalen zonder economieaanpassing. Dus het is net de Europese Centrale Bank. Kan hij hem überhaupt fors bijhouden? Nou, hij betaalt mij nu al, dus... Nou, hij kan het wel doen. Maar hij doet het niet. Nou, level 2 hoor. Kabooming. Level 2, eindelijk. Ik zat er van, ik was toch level 2? Ja. Mijn machtige eiland waar zometeen niemand op gaat landen. Ja, het is echt klote. Als die een vacant plot gewoon had gehad... Dat is beter laten geweest, komen, hè? Dat is wat ik deed. Voor nu is het eigenlijk niks meer dan een uitstap naar iets anders. Dus als jij iets wil ontwijken daar, dan kan je er naartoe. Maar voor de rest heb je... Ja, je moet precies op die pijp landen, anders doet het ook al niks. Moet je nagaan. Ik sta op het boord, maar dat is letterlijk het enige. Dank je... Nee, ik ben niet meer laatste. Hij is laatste. De promotie heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer laatste ben. Jee. Ah, dit is niet jee. Ga naar mijn eiland. Ga maar. Nou, dat ga ik zo niet doen. Land je op jezelf? Nee. Het is... Nee. Je landt op zo'n zoet. Betaal wel gewoon, ja. Ga naar mijn stukje toe. Nee, natuurlijk niet. Hoe lang blijft dat ding op het veld? 3 beurten. Nou, dan komt hij nooit meer bij mij. Dat is voor hem best een goed kaartje. Oh, hij wel. Toch even, heb ik niet zo heel veel aan, want zometeen loopt Mario er toch overheen. Niemand is in de buurt, maar dat maakt niet uit. Nee, heel logisch, heel logisch. Jee, 29! Betali! Nou, hij is nog niet gewaaid, maar zoveel scheelt ook weer niet. Yoshi heeft best wel veel geld. Ja, maar Yoshi heeft voor de rest ook niks. Nee. Hij heeft wat shops, maar dat is het ook. Hey, eindelijk weer een tweede kaart. Tuurlijk. Waar zou die naartoe gaan? Ik heb letterlijk waar geen idee. Waar zou ik naartoe gaan? Oké, ik heb gewonnen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Nee. Oh, dit is een gevaarlijk stukje nu, joh. Nou, ja, sorry, ik zou zeggen, ik krijg ook meteen wat berichten binnen. De hele middag gebeurt er niks en dan opeens van, oeps, moet alles opeens gebeuren. Zo. Ja, zie, ik heb geen geld, maar wat ik wel heb is gewoon een hele mooie straat. Wacht even, iedere player gooit 1. Oh, dan land ik op zo'n zoet, oké. Iedere player? Ja. Dat ben ik hard genaaid. Ja. Wow. Oh. Oh, ja, ook die, ja. Ook. Dat is pas genaaid. Ja. Wauw, als een... Ja. Dat is zo'n mooie kans geweest. Mhm. Nou, dood, kies maar. Oh, oh ja, ik zie het al. Je wil met Yoshi het uur penalty, maar met mij niet. Hm. Ja, als je dat maar doorraadt. Ja. De boodschap is duidelijk, Milan. Ja. Vlug allemaal jullie, huppakee. Wow, we halen wel alle vier de finish. Ja, dat zie je ook niet vaak. Nee. Vaak is het 1 of 2. Nou, 200. Wauw. Doe maar over 950. Doe je dat even? Oh, ook niet meteen aanpassen, hè? Het is gewoon... Nee, doe ik niet. Okay, zoek het maar uit. Het is helemaal goed, hoor. Kun je sinds die boos zou worden, Mario. Mm. Wauw, 1 en 1. No mercy, hè? Gewoon... Ja, precies. No mercy. Het is alleen wel mijn ding, hè? Hoeveel krijg ik hiervoor? Nee. Verkopen wat stocks. Bijna allemaal stocks, maar ja. Ik zorg ook zo meteen voor dat jij nog voor kwart over weg kan gaan. Dat is goed. Jij gaat alleen dan niet de manier leuk vinden. Oh jee. Ik ga stokjes kopen. Oh, 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 oh. Ja, doe maar stokjes in mij. Je weet toch dat ik alleen ga pompen. Het mooiste vind ik ook nog aan dit hele eiland. Heeft het flink gelekt? Nee, valt wel mee. Nee, je hebt ook alleen maar wat Yoshi's die een beetje heen en weer staan te wikkelen beneden. Mm-hmm. Voor de rest gebeurt er niks. Lekker. Ja, doe dat maar. Ja. Sorry. Oh, koos nou die andere kant, jongen. Ja. Daar was de pot wel snel voorbij geweest, ja. Ja. Nou ja, zoals ik al zei. Ik zorg wel voor dat jij voor kwart over klaar bent. En ik doe het dan net onder de buyout prijs, dus 890. Gratis Monopoly, doe je dat? Ja, dat doet hij. Mooi. Maar die is ook het ding, als ze dan zo meteen op jou landen, zijn we al klaar. Die andere ook voor Mario, of niet? Ja. Ja. Net eronder. 740, zelfde prijs. Mario is stubborn. Ja, ik geef een gratis Monopoly en het is nog niet goed, echt. Sommige mensen... Nou, gaat dus prozen. Ja, jij bent degene met de meeste aandelen erin, hè, dus... jij hebt hier het meeste profijt van, ik niet. Monies! Kijk maar. Je hebt überhaupt geen aandelen meer zo. Nee, precies. Wel veel ready cash nu. Oh, hè? We hebben zo nog wel level 1. Tali! Eén. Een kleurenspel van Warempel. Tuurlijk. Heerlijk random dit. Mm-hmm. Maar hij heeft geen promoties, dus hij heeft geen kut aan. Oh ja, hij heeft ook geen ready cash. Mm. Oh, heerlijk. Ik heb hem gewoon genakt, gewoon door hem nu negatief te hebben. Maar ja, toch even, hij had er toch geen kloot aan gehad. Weet je wat, we gaan nog een keer proberen. En nu doen we geen 47, nu doen we 37. Even kijken of je dan opeens wel doet. 37. Hij is gewoon stront-eigenwijs. What the fuck, hé. Hij is gewoon stront-eigenwijs. Hij heeft gewoon 2 monopolies nu. Ja. Weet je wat het mooiste zijn van al deze monopolies? Niemand is op een monopolie geland. Jawel. Nou, niet op de hoogste alleen. Ik was vergeten dat ik ook nog moest gooien. Jij gaat ook gewoon af straks omdat je straks een keer moet betalen terwijl je geen cash hebt en al je dingen moet verkopen. Precies. Heb je nog stocks? Een paar denk ik. 2, net genoeg. Dat is ook letterlijk nog het enige wat ik kan doen, hè? Ga naar rechts. Ja, betalen! Maar de vraag is hij nu klaar? Nee. Hij komt nog goed weg ook. Nee. Holy shit. Hij moet hem openbreken. Ja, maar dit vind ik nog meevallen qua openbreken hoor. Mm-hmm. Ja, ik doe niet mee. Kijk maar, ik heb 10 ready cash en mijn total is ook maar 10. Fuck it. Ja, ik koop hem dan lekker voor 300, joh. Kost hem alleen maar geld zometeen. Mhm. En zometeen launch Joshi ook op die 1600 en dan zijn we klaar. Ga je niet hoger, Milan. Hij heeft straks geen geld meer over. Ja, ik laat hem weer 300 betalen. Dit is toch helemaal niet handig van hun. Of vooral van Josje op dit moment. Kijk naar jouw ready cash in totaal. Ja, nee, maar dat is toch. Het is gewoon 10. Ik kan gewoon niks. Ja. Spruce time? Nee, geen spruce time. Over naar mijn eiland. Ja, take a break of arcade. Ik hoop arcade, want als het take a break is, zijn we nog bezig. Take a break. Dat is kloten. Mijn Joshi kon nog op je landen. Yep. Dat gebeurt nu ook. Oh nee. Bijna. Volgende beurt wel. Wordt die 2, gaat die omhoog. Precies je geld kwijt. Aha. Worp. Zoet? Zoet. Ja, gelukkig is het niet level gebaseerd. Ik krijg maar 1 zoet. Mm-hmm. Dat zal het zijn. Ja, je hebt 4 levels. Hier heb je 5 zoetjes zelfkaart. Ja, ik heb voor de rest niks. Ik kan alleen even rondjes maken. Dit is jammer, hè? Dat is inderdaad jammer, maar aan de andere kant zit ik ook zo van, weet je wat, fuck it. Mm-hmm. Ik kan toch niks meer. Ik laat hem weer 300 betalen. Ja, hij is met nummer 300 vandaag, of niet? Ik snap gewoon niet zo goed waarom hij dit doet, dus... Ja, ik ook niet, maar aan de andere kant denkt hij ook misschien van... Ja, ik pak nog de laatste Monopoly. Ja. Want hij is klaar, hij heeft een promotie, dus hij kan zo meteen direct naar de arcade lopen. Oeh, daar gaat iemand naar je hoekie toe. Dat zou wat zijn, dat de game eindigt omdat iemand naar het eiland gaat. Ik zou het wel humor vinden. Ik heb toch niet je hele eiland voor niks gebouwd. Ja. Zoet. Blauw zoet. Oh ja. Daarom help ik je na, omdat let ik het einde is, zowat. Ja. Tuurlijk. Oh, vervelend. Jouw straat is ook letterlijk geweest naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven. Nou Yoshi, wat ga jij doen? Hij heeft nog ook gewoon een full board ook even iets gedaan. Auw. Dat zou wat zijn, hè? Dat die bij wijze van spreken op zo'n kaart landen. En dan move one square forward. Ja, hier. 8000. Betalen. Tik maar aan, ouwe. Ja, ik moet veilig gooien, dus... waar land ik op hier? Ik ben ook gewoon aan het kijken van... wat geeft me de minste problemen? Fuck it, ik ga toch naar mijn hand. Yeah. Ik heb hem mee. Ah. Kut Mario. Fucking kut Mario. Ja, maar dan zit ik ook gewoon fuck it, dan mag geen promotie. Ik ben niet degene die failliet gaat in deze game. Precies. Dat weiger ik. Ja, prima, zoet. Ga naar de bank. Nou, dankjewel Milan. Heel vriendelijk van je. Het is jammer dit. Stocks wil kopen. Ja, ik wil wel stocks kopen. Ik vind het ook zo mooi. Ik heb zo snel gereageerd achter Paddy en nu is Paddy stil. Ja. Alsof iemand heel graag Garganacol wilde hebben. Pompen, pompen, pompen. Ja, ik zou die 2,55 doen. Oh ja, want daar kan Mario zo op komen. Ja. Kaboomie. Gooit hij zo meteen 4, landt hij weer precies op het eiland. En ontwijkt hij alles door iedere keer naar het eiland te gaan. Dat zou het zijn. Nou Yoshi, geniet van je promotie. En kan ook meteen weer een schoot pakken. Yep. Nu zou ik die swap met other players willen hebben. Oké, nou ja. Ja. Welke zou dat toch zijn? Ik heb letterlijk waar geen idee. Ik vind het wel mooi. Ik heb niks. Ik heb alleen mijn eiland. Maar ik ben wel tweede. Ja. Ik wil bijna zeggen, Milan, kan ik al heel vriendelijk aankijken door me gewoon zo meteen wat geld te geven? Nou, ik wil hoop dat het gewoon even dat het klaar is zo. Ja, eens. Kijk, ik help jou hiermee. Jij moet nog 1400 hebben, dan ben je klaar. Hij komt erop. Ja. Dat is precies degene waar ik zei. Yeah. Nou, klaar. En de game is niet gecrashed aan het einde. Hartstikke mooi. Yeah. Hij wou nog even, eventjes laten zien. Oh nee! Heeft nog een hartverzakking aan het einde. Ja. Nou, gefeliciteerd. Je hebt limiet behaald en de andere is bankrupt. Dankjewel, dankjewel. The winner! The winner is me. Yes, the winner is me. Ik doe nog heel eventjes naar dat grafiekje kijken. Ja, ik denk dat het grafiekje gewoon 1 keer spiked. Dat denk ik ook. Nou. Nou, er is wel zo'n spike. Precies wanneer Mario naar beneden gaat. Yep. Jordi Stoto, 45. Alsnog ben ik tweede. Yep. Maar ja, mijn property was gewoon heel hoog. Ik heb bijna hoger property als jou. Oh ja, ja. Ah, maar jij hebt natuurlijk ook best wel die grote straat natuurlijk, hè? Ja. Die... We hadden allebei net zoveel huisjes. Mm-hmm. Goed, iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag bij de volgende aflevering van Fortune Street. Adios, amigos!